Fledder reed wild van de parkeerplaats bij Waddenland weg. Met gier om de banden reed hij de Telstarweg op. De kok legde even zijn hand op de rechterarm van de jonge regisseur. Kalemaan, kal aan. ik wil toch de kerstdagen nog wel halen. Fledder nam wat gas terug en snoof. Zijn neusvleugels trilde. Een vrouw, brulde hij met ingehouden woede. Steeds maar weer een vrouw. Hij zwaaide wil naar de vooruit van de Volkswagen. En eeuwige stortbuien! Hij blikte opzij naar de kok. Weet jij er wat van? Is dit het begin van een nieuwe zondvloed? De oude regisseur keek gelaten naar hem op. Het zou mij persoonlijk niet verbazen, sprak hij simpel. En als ik de macht had. Flitter onderbrak hem. Kwam er een nieuwe zondvloed? voelde hij vragend aan. De grijze speurter streek langzaam met zijn pink over de rug van zijn neus. Was je toch mooi, sprak hij bedachtzaam, in één klap van een hoop criminaliteit af. Hoewel hij het niet zo hard bedoelt, klonk het bijna spottend. Op het gezicht van Fredder brak een glimlach door. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar als je het mij vraagt... was het wel een erg radicale manier van misdaadbestrijding. De kok reageerde niet... Hij voelde weinig voor een oeverloze, godsdienstige discussie. Hoe vond je blonde Chrissy? vroeg hij ontwijkend. Een mooi vrouwtje? De grijze speurde glimlachte. Ik geloof dat ik oud begin te worden, sprak hij meewarig. Ik kon mij dat geval van dat mannetje met zijn radio niet eens meer herinneren. Zij wel, gelukkig. Vond je haar geloofwaardig? Zeker. De Kok zuchtte diep. Dan ben ik bang, sprak hij gespannen, dat Jacques van Ypres op weg is. Waarheen? Op weg naar zijn dood. Fletter keek hem verschrikt aan. Meen je dat? De Kok liet zijn hoofd iets zakken. Ik ben bang, sprak hij somber, dat de vrouw die hem belde Jacques van Ypres naar een bepaalde plaats heeft gelokt. Om hem te vermoorden? Precies. Van verbijstering liet Frederik de stuur van de Volkswagen los en hief zijn handen omhoog. Het voertuig begon gevaarlijk te slingeren. Een moment later had hij de wagen weer in bedwang. stuurde naar de vluchtstrook van de Gooise weg en stopte. Het gezicht van de jonge regisseur zag inbleek. Met een ruk draaide hij zich naar de kok toe. Ja, ja, jij bedoelt. stotterde hij ontsteld. dat die zaak van Ieperen mogelijk op ditzelfde moment wordt vermoord. Grijze speurde trok zijn gezicht strak. Dat bedoel ik. De uitdrukking op het gezicht van Fredder was er een van totale verwarring. En doen we dan niks? riep hij fel, geëmotioneerd. Laten we dat gewoon gebeuren. Dat, 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 dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Dat... De kok hulde zich in een stilzwijgen. Uiterlijk leek hij onbewogen. Van zijn breed markant gezicht was geen expressie te lezen. Hij begreep iets van de wanhoop, van de verlammende onmacht die zijn jonge collega teisterde, de gevoelens die ook in hemzelf leefden, maar die hij in een harde leerschool van vele jaren beter had leren beheersen. Fledder pakte hem met zijn sterke knuisten bij de schouderkoppen vast en schudde hem wild heen en weer. Jij weet het toch altijd, zist hij beschuldigend. Jij weet toch achteraf altijd precies hoe het in elkaar zit. Hij bracht zijn gezicht dichtbij. Weet het daar nu, 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 nu er nog een mensenleven is te redden? De koek liet hem begaan. De beschuldiging raakte hem niet. Hij werd niet beheerst door het gevoel dat hij tot nu toe had gefaald. Hij had gedaan wat in zijn vermogen lag. Gerechtigheid op aarde was een zaak van mensen. Wie was hij? Een oude rot in het moeilijke recherchevak. Meer niet. Geen wonderdoener. Fledder liet hem los en zakte vermoeid terug in de stoel achter het stuur. De kok keek hem van terzijde aan. Rij naar de kit, sprak hij kalm. Toen de beide regisseurs de hal van het politiebureau aan de Warmoestraat binnenstapten wenkte Jan Kusters' hen van achter de balie met een kromme vinger. De kok liep op hem toe. Wat is er? De wachtcommandant grinnikte een tikkeltje gemeen. Zaten jullie weer in dat cafeetje? De kok antwoordde niet. Wat is er? Herhaalde hij onverstoorbaar. Jan Kusters stak zijn arm omhoog. Boven zit een man op jou te wachten. Wat voor een man? Die man... Die bij Fledder aangifte van bedreiging heeft gedaan. De heer Hardijken. De kok kneep zijn ogen half dicht. Heer Hardijken? De wachtcommandant knikte. Hij zei dat hij in Amstelveen uit het ziekenhuis was weggelopen. het angst. Hij wilde met je praten voor hij voorgoed van het toneel verdween. De kok draaide zich om en liep de hardsteende trap op naar de tweede verdieping. Fledder volgde gedwee. Toen ze door de brede gang naar de recherchekamer liepen, stond er Arend Hardijken van de bank op. De kok herkende hem direct. Hij droeg dezelfde chique grijze mantel met de witzijde sjaal als op de avond dat hij aangifte deed. De zwarte gleufhoed hield hij in de hand. De kok liep glimlachend op hem toe. Hoe maakt u het? riep hij opgewekt. Weer helemaal hersteld. De Mitella is weg, zie ik. Hij hield de deur van de recessiekamer uitnodigend voor hem open. Het spijt me dat ik er niet was. Hebt u erg lang op ons moeten wachten? De heer Hardendijken keek op zijn horloge. Een kwartier ongeveer. De kok ging hem voor. Dat valt toch al mee. Gewoonlijk zijn Flinner en ik uur op pad. Hij wees naar de stoel naast zijn bureau. Gaat u zitten. De heer Arendt had het aan plaats. Met zijn gleufvoet op zijn knieën wachtte hij geduldig tot ook de oude regisseur was gaan zitten. Toen boog hij zich iets naar de grijze speurder toe. Ik moet hier weg, meneer de kok, sprak hij schichtig. Ik moet hier zo snel mogelijk weg. Nu die eerste aanslag op mij is mislukt, zal ongetwijfeld een tweede aanslag op mijn leven volgen. Ik vrees... Dat ik er dan niet zo goed vanaf kom. De kok keek hem onderzoekend aan. De heer Harderdecker zag er slecht uit, vond hij. Vermagerd. De neus in het bleke gezicht leek nog scherper. De wangen waren iets ingevallen, maar de tastende waakzame blik in de helderblauwe ogen was gebleven. U verwacht een tweede aanslag. De journalist zuchtte. Ik dacht daar in Amstelveen in het ziekenhuis veilig te zijn. Daarom heb ik er ook bij mijn behandelend arts op aangedrongen om mij nog enige tijd in behandeling te houden, hoewel dat in feite niet meer nodig was. De wond aan mijn arm geneest goed en ook geestelijk begon ik mij weer aardig weerbaar te voelen. Hij maakte met zijn beide handen een hulpeloos gebaar. Maar vanmiddag ben ik bijna in paniek weggelopen. Kok trok zijn wenkbrauw op. U voelde zich ineens niet veilig meer? Nee. De oude regisseur keek hem niet begrijpend aan. Wat is er dan gebeurd? Arond Haradijker slikte. Ik heb haar gezien. Wie? Met trillende hand wees de journalist achter zich. De vrouw. De vrouw van de motorfiets. Ze liep in het ziekenhuis door de gang... Ik weet het zeker, ik zag het silhouet van haar helm in het matglas van mijn kamerdeur. Het pure angstzweet brak mij uit. Als een struisvogel hield ik mijn hoofd onder het laken. Ik dacht elk moment dat ze in haar leren pak mijn kamer zou binnenstormen om opnieuw op mij te schieten. U hebt alarm geslagen? Harold Hardendijker schudde zijn hoofd. Dat had geen zin. Niemand zou het begrijpen. Ik heb ook de politie in Amstelveen niet ingelicht. Ik hoop dat u dat voor mij wil doen. De kok weer heeft met zijn hand over zijn gezicht. En nu? Adem Harredijken maakte een berustend gebaatje. Ik kan hier niet blijven, sprak hij met een diepe zucht. Die dodelijke dreiging kan ik niet langer aan. Ik ga niet terug naar het ziekenhuis en ik ga niet meer terug naar mijn huis in Amstelveen. Ik bezit een min of meer geriefelijk zomerhuis in Ermelo. Dat is slechts in intieme kringen bekend. Daar ga ik heen. Ik zal u het adres geven voor het geval u mij nog eens nodig heeft. De kok knikte begrijpend: U hebt gelijk. Wij van de politie kunnen u niet afdoende beschermen. Daartoe ontbreken ons de middelen. Wij kunnen alleen hopen die bewuste vrouw zo snel mogelijk te vinden, te ontmaskeren. Hij zweeg even voor het effect. Daarna strekte hij zijn rechterhand resoluut in de richting van de man. U, heer Hardendijken, u kent haar. De journalist danste verschrikt terug. Ik? riep hij ontsteld. De kok knikte kalm. U en Jacques van Ypres. De Adamsappel van Arend Hardendijken wipte op en neer. De compagnon van Emiel... Ook grijs de breed, inderdaad, de compagnon van Emiel van der Adenburg. Ook hij kreeg dreigbrieven. De grijze speurder verstarde. Zijn gezicht werd een stalen masker. Met zijn scherpe blik hield hij de gelaatstrekken van de man voor zich gevangen. Ik vraag u nu uitdrukkelijk: bij welke vrouw hebt u, heer Arend Harredijken. In samenwerking met Saak van Ypres en Emiel van de Aardeburg. In het verleden zoveel haatgevoelens opgewekt. Dat zij tot een stelselmatig uitmoorden van de heren besloot. Arend Haradijke bracht in wanhoop zijn beide handen voor zijn gezicht. Zijn lange lichaam begon te schokken. De zwarte gleufhoed gleed van zijn trillende knieën. De kok trok zijn handen van het gezicht weg. Haradijke! Prieste hij. Ik heb u iets gevraagd! De journalist schudde angstig zijn hoofd. Ik weet het niet! riep hij gesmoord. Echt, ik weet het niet! Vraag het, Sjaak! Vraag het, Sjaak! Hij huilde als een kind. Vraag het, Sjaak! Fledder keek de kok niet begrijpend aan. Je liet hem gaan, sprak hij toonloos. De oude regisseur knikte traag. Daarna trok hij zijn schouders iets op. De accolades rond zijn mond vergleden tot een trieste glimlach. Wat had ik dan moeten doen? Fletter zwaaide heftig. Hij weet het. Hij weet het. Hij kent de vrouw die hem bedreigt. Hij weet ook precies wat er in het verleden gebeurd is. Het was gewoon aan hem te zien. Hij straalde het uit. De jonge regisseur grinnikte vreugdeloos. En jij laat de totale oplossing van deze hele affaire gewoon zonder hinderen de deur uitwandelen. Het klonk als een ernstig verwijt. De kok boog zich iets naar hem toe. We leven niet meer in de middeleeuwen, lieve jongen, sprak hij geduldig. Ik kan die man niet op een pijnbank leggen. Als Aarond Hardijker met die dodelijke dreiging wil blijven leven, dan is dat zijn zaak. En als er in het verleden iets is gebeurd dat het daglicht niet kan velen, dan kan ik die man niet dwingen om zichzelf te beschuldigen. Zo zit nu eenmaal het recht in elkaar dat jij en ik heten te vertegenwoordigen. Hij zuchtte diep. Dacht je dat ik het leuk vind om die journalist als schietschijf te laten rondlopen? Fletter kneep zijn lippen op elkaar. Het is toch de zot? riep hij fel. Dat een enkele vrouw drie mannen kan vermoorden. Hij snoof. Besef je wel dat als zowel Aaron Haredijk als Jacques van Iperen dood zijn, wij beide deze zaak nooit meer tot een oplossing zullen brengen? De kok bromde. Ze zijn nog niet dood. Flette schudde van hoop op zijn hoofd. Maar het is een kwestie van tijd. Die dame wacht rustig haar kans af. Geloof me, die Aaron Haredijk gaat er ook aan. Vandaag of morgen. Dat zomerhuis van hem in Ermelo biedt geen enkele bescherming. Net zo min als dat liefdesnestje van Jacques en Iperne in Duivendrecht bescherming bood. Die vrouw wist hem te vinden. Hij staarde met een triest gezicht voor zich uit. Ik hoop voor ons dat visje Jacques de dans ontspringt. De telefoon op het bureau van de kok ringelde. Fledder griste de horen van het toestel en luisterde. De kok keek toe en zag hoe zijn gezicht betrok. 'Wat is er?' vroeg hij gejaagd. 'Fledder legde de horen neer en slikte. 'Op de keizersgracht zit een doodgeschoten man tegen een boom, zijn gezicht naar de... Op de brug van de Lady Gracht parkeerde Fledder hun Volkswagen half op het trottoir, pal achter een surveillancewagen van de politie. In het interieur brandde licht. Toen de beide regisseurs uitstapten, kwam Jaap Alberts uit de surveillancewagen naar hen toe. De jonge diender wees voor zich uit naar de keizersgracht. Het lijkt wel een duplicaat van een paar dagen geleden. Hij zit ook tegen een boom, zijn gezicht naar het water en kogelgaten in zijn borst. De kok keek hem verrast aan. Dezelfde boom? Ja, Albert schudde zijn hoofd. Het is nu aan de andere kant van de gracht. Aan de evenzijde. Wel op dezelfde hoogte. Hij grinnikte. Als die andere daar nou nog zou zitten, dan zouden ze elkaar in de ogen kunnen kijken. De kok glimlachte. Doden kijken elkaar niet meer in de ogen. De jonge diender maakte een grimas. Bij wijze van spreken. Ik probeerde alleen maar zo duidelijk mogelijk te zijn. De kok knikte. Is de meute gewaarschuwd? Ja. Weet je al wie het slachtoffer is? Jaap Albert's gebaarden verontschuldigend. Ik heb nog niet goed kunnen kijken. Maar volgens mij heeft hij geen enkel identiteitspapier bij zich. Hij zit daar alleen maar in zijn vest. De Kok maakte de bovenste knopen van zijn oude regia's los. en plukte uit de borstzak van zijn Colbert het stukje krantenpapier. Dat hij van smalle Louietje had gekregen. Hier, laat het niet dat worden. Stop het even onder je pet. Het is een adres in duivelricht van een jonge vrouw. Christine Beekman, blonde Chrissy. Haal haar op en breng haar hierheen. Jap, Alberts keek hem wat vreemd aan. Nu? De kok knikte, Nu? Hij wees voor zich uit naar de gracht. Ik heb een sterk vermoeden wie die man bij de boom is. Maar ik heb hem nog nooit in mijn leven gezien. Ik wil zo snel mogelijk zekerheid omtrent zijn identiteit. Dat vrouwtje in Duivendrecht kan hem herkennen. Jaap Albert stikt op zijn pet. Moet ik haar vertellen waarvoor ze mee moet? Ja, de regisseur schudde zijn hoofd. Zeg haar alleen maar dat de regisseur de Kok van de Warmoestraat nog een beetje krediet vraagt. Krediet? De Kok griffelde: krediet, ja. Met een zoete grijns om zijn mond liep hij bij Jaap Albert's weg de keizersgracht af. Verder volgde. Ruim twintig meter verder maakte een jonge diener zich van de huizenrij los en bleef midden op de rijbaan staan. Met de klep van zijn pet omhoog geschoven, zijn benen iets uit elkaar, wacht hij in de guts van de regen geduldig tot de beide rechercheurs naar de bij waren gekomen. Verlegen, glimlachend, wees hij naar de waterkant. U, uh, u vindt het misschien gek, maar ik had vanavond zo'n voorgevoel dat er weer eentje tegen een boom zou zitten. Het komt, denk ik, omdat het opnieuw beestenweer is. Heel donker, triest en een stromende regen. Ik zei tegen Jaap Alberts, doe mij een plezier en rij nog een keertje over de Keizersgracht. En toen zag je hem zitten. De diener knikte. Hoewel ik het min of meer verwachtte, kon ik toch mijn eigen ogen niet geloven. Ik dacht, je droomt. Je hebt die vent van een paar dagen geleden nog eer gedachten. Om zijn lippen zweefde weer zo'n verlegen lachje. Het was toch waar? De kok liep bij hem vandaan naar de boom, scheef weggezakt, met zijn gezicht aan het water gekeerd, zijn rug steunend tegen de brede stam van een oude iep. Dat een man in witte hemdsmouwen. Ze staken wat bollend uit een dichtgeknoopt donkerbruin vest. Het hoofd van de man hing iets opzij. Van de takken drupte regenwater op zijn kaal onderschedel. schedel. De kok bleef er vanuit de hoogte naar kijken. Het was een vreemd, macaber beeld. Het drong zich opnieuw aan de grijze speurder op. Het leek alsof de dode in de van zonder regen, vredig leunend tegen een boom, een onschuldig uiltje knapte. De kok ademde diep. Eén ding is zeker, sprak hij cynisch. Wie de dader ook mag zijn, hij of zij heeft gevoel voor een dramatische ansenering. Fledder hurkte bij de dode neer en bekeek de kogelgaten in het vest. Daarna tastte hij met zijn hand de rug van het slachtoffer af. Toen hij omhoog kwam, zat zijn rechterhand vol bloed. Hij hield hem even in de regen en veegde de hand daarna met zijn zakdoek schoon. Ditmaal zijn alle kogels uitgetreden, sprak hij wijzend. Ze zijn dwars door het lichaam gegaan, bijna horizontaal. Ik ben ervan overtuigd dat er nu van veel dichterbij is geschoten. Zitten de kogelgaten dicht bij elkaar? Ja, binnen een kleine kring. Een goede schutter. Vlinders schoof zijn onderlip vooruit. Beslist. Hij keek over het water naar de andere kant van de Keizersgracht. Zou het weer in hetzelfde kantoor zijn gebeurd? De kok knikte traag. Dat is heel goed mogelijk. We moeten daar straks maar eens gaan kijken. Heb je de sleutel van het kantoor bij je? De kok keek hem genuivend aan. Is het apparaatje van mijn vriend Handige Henkie voor jou niet goed genoeg? Fredde reageerde niet. Hij kon er niet aan wennen dat de kok van het handige apparaatje gebruik maakte. In zijn ogen was het niet meer of minder dan een bij de wet verboden valse sleutel. Bram van Wielingen kwam tussen en in staan. De fotograaf keek verrast naar de dode man. Het lijkt wel dezelfde, riep hij geschrokken. Kok blikte opzij. Wat bedoel je? Dezelfde man of dezelfde dader? Bram van Wielingen wijfde. Het is een andere vent. Het is dus dezelfde dader. De fotograaf knikte. Daar ziet het eruit. Maar welke moord idioot zet die lijken zo tegen een bom? Met hun gezicht naar het water. Dat is toch gek? Fredder wreef over zijn natte kin... Misschien heeft de moordenaar er wel een bedoeling mee. De kok keek bewonderend naar hem op. Dit is een van de weinige verstandige dingen die je tot nu toe in deze zaak hebt gezegd. Ben Kreuger, de dactyloscoop, kwam aanlopen en keek over de brede schouder van de kok naar de doden bij de boom. Ik zie het al, bromde hij. Morgenochtend op Westgaarde is hij de eerste. Hij draaide zich om en rende door de regen terug naar zijn wagen. Bram van Wielingen opende zijn aluminiumkoffertje en monteerde zorgvuldig een flitslicht op zijn hasselblad. Vragend keek hij naar de kok. Dezelfde plaatjes als de vorige keer. De kok knikte instemmend en draaide zich om. Vanaf de brug bij de Lelygracht zag hij dokter Den Koningen de Keizersgracht opkomen. Het leek een plechtige processie. De oude lijkschouwer liep in zijn deftig jaket en streepjesbroek, de groen uitgeslagen Garibaldi recht op zijn hoofd in de stromende regen midden over de rijbaan. Aan weerszijden achter hem schreden de lange, geuniformeerde broeders met hun brankaar. De oude regisseur stapte in hun richting, maar bleef plotseling staan. De schuin neerplensende regen vertekende het beeld waardoor het leek alsof de drie mannen in een sterk vertraagde tred op hem toekwamen. De kok wreef met zijn hand het water uit zijn gezicht en schudde de betovering van zich af. Met een vriendelijke glimlach om zijn mond begroette hij dokter Den Koning hartelijk. De altijd wat excentrieke lijkschouwer keek even naar hem op en liep toen langzaam naar de dode aan de boom. Hij knielde bij het lijk neer en bekeek de verwondingen aan de borst. De inspectie duurde maar even. Met krakende knieën kwam hij overeind. Hij is dood. De kok knikte. Bedankt, sprak hij simpel. Dokter en koning schreed waardig aan hem voorbij en liep zonder iets te zeggen van hem weg. De kok keek hem met gemengde gevoelens na. Toen de broeders van de geneeskundige dienst aanstalten maken om de doden op hun brankaart te leggen, hield de oude regisseur het tegen. Wacht nog even, vroeg hij vriendelijk. Geef me nog vijf minuten. De oudste van de broeders keek de grijze speurder verwonderd aan. Hij wees op Fredder. Een jonge collega is er, toch? De kok glimlachte. Ik wacht nu op een jonge vrouw. De broeder trok zijn wenkbrauw op. Een jonge vrouw? vroeg hij ongelooflijk. De kok knikte. Het klinkt misschien wat vreemd, maar ik verwacht haar toch. Zagjes mopperom trokken de broeders zich terug. Tot zijn grote opluchting zag de kok kort daarna een surveillancewagentje van de politie vanuit de Raadhuisstraat de Kaisersracht oprijden. Met knars om de remmen stopte het wagentje naast hem. Jaap Albert stapte snel uit en hield het portier voor blonde Christie open. De kok liep op haar toe. Ik weet dat het vervelend is, sprak hij somber. Ik vind dat zelf. Ik had het je ook graag bespaard, zuchtte diep. Maar ik moet je iets laten zien. Langzaam liep hij van haar weg naar de boom. Vandaar wenkte hij haar met een kromme vinger. Zwijgend stapte ze naar haar bij. Haar bleke gezicht in de regen was een witte vlek. Blonde Crisy keek en zakte door haar knieën. Ze pakte het platte hoofd van de dode man met haar beide handen vast. En bracht het naar haar schoot. Sjaak, snikte ze. Arme, arme Sjaak. De kok stond boven op het bordes van 1119 en keek over het verlaten stukje keizersgracht. Het lijk van Sjaak van Ypres was weg, door de broeders afgevoerd in de ambulancewagen. Hij had nog even naar het snel vervagende rode achterlicht gekeken. Toen had hij Jaap Alberts en zijn jonge collega bedankt voor hun assistentie en aan Fredder de opdracht gegeven om Londencrissie naar haar in Duivendrecht terug te brengen. Zelf was hij op de gracht gebleven, lopend, peinzend. In de trage tred van zijn slentergang lieten zijn gedachten zich gemakkelijker ordenen. Steeds opnieuw kwam het beeld van de dode mannen hem voor ogen. Het kon niet anders. Er moest iets zijn, een dringend reden voor de macabere ansanering. Wat beoogde de moordenaar? Of was het een moordenares? Met het plaatsen van de lijken tegen een oude boom aan de gracht, met dode ogen uitkijkend over het water, was het een symbool? Voor wie? Voor wat? Fredde stopte met de volkswagen voor het bordes en stapte uit. Traag en loom liep hij de stenen trap op. Kijk, aan. heb je haar thuisgebracht? Ja. Doet hij naar Flet? Ja. Zei ze nog wat onderweg? De jonge rechercheur schudde zijn hoofd. Niets, althans niets. Dat voor onze zaak van belang is. Ze was wel erg te neergeslagen, verdrietig. Ze vroeg zich af of ze, nu zaak dood is, nog in haar knusse Fletje kon blijven. De kok knikte begrijpend. Het arme kind, verzuchtte hij. Ik heb er nog een moment aan gedacht om voor de herkenning smalle Louisje te gebruiken. Die heeft Jacques van Nieper ook in het leven gekend. Maar blonde Chrissy leek mij voor dat doel toch beter geschikt. Hij zweeg even. Ik vond het heel aangrijpend. Ik had het idee dat ze echt verdriet had. Fledder grijnsde. Logisch. Ze is haar boterham kwijt. De kok keek bestraffend naar hem op. Daar dacht Chrissie niet aan, Die hij fel. Toen ze het dode hoofd van Sjaak in haar schoot legde. De oude regisseur snoof verachtelijk. Het wordt tijd dat je leert om emoties te onderscheiden. Met een van woede vertrokken gezicht pakte hij een sleutel uit de buitenzak van zijn natte regenjas. Hier, maak open. Letter nam de sleutel aan. De felle reactie van de kok had hem zichtbaar aangegrepen. Zijn hand trilde toen hij de groen gelakte toegangsdeur opende. Via het portaal met het gesloten uitkijkluikje kwamen ze in de brede met wit marmer beklede gang. Voor de monumentale eikendeur bleef de kok staan. E. van den Aardenburg was hij hardop. Ontwerper. fledder wees naar de sierlijke... Witgelakte schrijfletters. Vreemd dat de naam van Sjaak van Iperen daar niet bij staat. De kok glimlachte. Zijn boosheid was alweer weggeëpt. Misschien was hij slechts stille vernoot. Vladder duwde de deur open. Voorzichtig stapte hij naar binnen. De kok liep achter hem aan. Het licht van zijn zaklantaarn speelde door het vertrek. Even maar. Toen bleef het licht staan. Op een stoel, in het kille ovaal van de zaklantaren, lagen slordig weggeworpen een donkerbruin Colbert en een regias. De kok had moeie voeten. Ze waren er ineens, onaangekondigd. Het was als de donder bij een heldere hemel. Hij leunde achterover en legde zijn voet op een hoek van zijn bureau. Met een van pijn vertrokken gezicht bevoelde hij zijn kuiten. Het was alsof geniepige kleine duiveltjes uit pure boosaardigheid met duizenden spelden in zijn kuiten prikten. Hij kende de pijn die uit de holte van zijn voeten kwam, langs zijn hielen omhoog trok en zich vastzette in zijn kuiten. Hij wist ook wat de pijn betekende. Telkens als de zaken slecht liepen, als een onderzoeker dreigde te verzanden en als hij het machteloze gevoel had volkomen in het duister te tasten, gaven die helse duiveltjes acte de présence. Fledder keek hem bezorgd aan. Is het weer zover? De kok knikt en sloot zijn ogen. Enkele minuten bleef hij zo zitten, bewegingsloos en geconcentreerd. Zijn markant gezicht leek een stalen masker. Om de pijn te verdrijven, zette hij zijn tanden in zijn onderlip. Het gaat wel weer over, sprak hij mat. De pijn is nog wel te verdragen. Maar de wetenschap dat wij na twee moorden en een moordaanslag. en twee dagen van intensief speuren. in feite nog geen stap verder zijn gekomen met ons onderzoek, bezorgt mij een angstig gevoel. Fredder keek zijn oudere collega met een blik vol ongeloof aan. Je denkt dat wij er niet uitkomen en dat wij de moordenaars nooit zullen vatten? De kok keek hem aan. Dat kan toch, antwoordde hij benepen. Hoeveel moorden blijven er niet onopgelost? Daar kun je hele begraafplaatsen mee vullen. Vredder schudde resoluut zijn hoofd. Niet bij ons, ik bedoel niet bij jou. Zolang wij samen zijn, en dat is toch al een paar jaartjes, kan ik me niet herinneren dat wij ooit een affaire hebben laten zakken. Op het van pijn vertrokken gezicht van de kok brak een glimlach door. Hij trok zijn schouders op. Misschien is het bijgeloof. Wat? Dat mijn moeie voeten iets met de stand van het onderzoek te maken hebben. Vledder lachte bevrijd. <laughs> Vast! Cocktailde zijn benen van zijn bureau. Heb je de drie patroonhulzen en de kogels. die wij gisteravond. in het kantoor van Wijlen de Heer van de Aardenburg hebben gevonden. al naar het laboratorium in Den Haag gestuurd? Dat heb ik vanmorgen gedaan. Ik heb ook het laboratorium even gebeld. en gevraagd. hoe ver ze met dat andere onderzoek waren. En? De patroonhulzen die wij na de dood van Emiel van de Aardenburg. vonden. De kogel die dokter rusteloos tijdens de gerechtelijke sectie uit zijn lijf peuterde. alsmede de patroonhulzen die de politie uit Amstelveen opstuurde. komen alle uit hetzelfde pistool. De kok voelde aan zijn kuiten. Ik ben ervan overtuigd dat het onderzoek zal uitwijzen. dat ook de patroonhulzen en de kogels van gisteravond. uit datzelfde wapen komen. Fletter knikte instemmend. En volgens mij kunnen we er ook van overtuigd zijn dat het pistool steeds door dezelfde schutter werd gehanteerd. Hij zweeg even, kneep zijn lippen op elkaar. En de schutter is ook vrouwelijk. De kok keek op zijn horloge. Hoe laat is de sectie op Jacques van Ieperen? Straks om tien uur. Ik heb gevraagd of Appie Keizer de sectie wil bijwonen. Waarom? Fletter trok een vies gezicht. Ik heb er geen zin in. De kok strekte zijn wijsvinger naar hem uit. Dan mag jij eerst, sprak hij ernstig: dat lijk van Sjaak van Yperen wel ordentelijk aan Appie Keizer overdragen. Anders kom je juridisch in de problemen. Stel je voor dat dokter Rusteloos aan een verkeerd lijk gaat snijden. Fletter bracht geschrokken een hand voor zijn mond. Je hebt gelijk, het is stom. Ik heb aan zo'n overdracht totaal niet gedacht. De kok stond op en liep naar de kapstok. Vraag of Appie Keizer er al voor klaar is. Maken we eerst even een ommetje naar Westgaarde. En dan, dan gaan we naar Baren. Vredel liep verwonderd achter de man. Wat moeten we daar doen? De kok draaide zich half om. Op Konelzen bezoek, sprak hij strak. Een vereenzaande vrouw vertellen. Dat ze weduwe is geworden. Dergelijke zaken mag je nooit vergeten. Ze reden met een rustig gangetje baren binnen. De kok blikt opzij naar Fledder aan het stuur. Kijken je de weg nog? De jonge rechercheur knikte. Straks naar de spoorwegovergang onmiddellijk rechtsaf. Dan zijn we in de prinses Marielaan. Even voorbij het kantoor van uitgeverij De Fontein gaan we linksaf. De kok knikte goedkeurend. Ik heb gisteren met de post van de directeur van die uitgeverij een relatiegeschenk gekregen. Als het maar niet te kostbaar is, anders ben je als politieman verplicht het te melden. De kok maakte een schouderbeweging. Het is een boek. Een gebonden boek met versjes uit de oude tijd. Verzameld door ene Els Olden. Ik heb het nog niet ingekeken. Ik hoop dat het vanavond niet te laat wordt. Ze reden de Prins Bernhardlaan in. Een tiental meters voor een zijlaan parkeerde Fledder de politie-Volkswagen aan de kant van de rijbaan, schuin op de wortels van een eerbiedwaardige eik. Ze stapten wat verkreukeld uit en slenterden terug de laan in. Bij de imposante villa op nummer 73 liepen ze het brede grindpad op. Voor de glimmende bruin gelakte toegangsdeur bleven ze staan... De kok nam zijn hoedje af, bracht een droevige trek op zijn gezicht en belde aan. Het duurde niet lang. Al na enkele seconden werd de deur door mevrouw van Iper geopend. Ze droeg dezelfde hooggesloten japon als bij hun vorige bezoek. Ook de zilveren broche ontbrak niet. Mevrouw van Iper liet haar blik even over de beide mannen dwalen. Zonder iets te zeggen draaide ze zich om. En liep voor de rechercheurs uit naar het ruime studeervertrek. Met een hooghartige gebaar wuifde ze naar de comfortabele leren fauteuils. Ga dus zitten. Daarna nam ze tegenover hen plaats. Stijf, rechtop. Haar knieën stijf tegen elkaar. De kok legde zijn hoedje naast zich op het eiken parket en zocht naar een opening. Hij liet zijn hoofd iets hangen. En vouwde vroom zijn beide handen. Het is mij een pijnlijke plicht om. Mevrouw van Ypres onderbrak hem. Is hij dood? vroeg ze scherp. De kok keek naar haar op. Waarom zegt u dat? Mevrouw van Iper klemde haar lippen op elkaar. U komt niet voor niets uit Amsterdam dan baren, meneer de kok. Bovendien weet ik dat hij dood is. De oude rechercheur reageerde verrast. Hoe? Mevrouw Van Ieperen sloot haar ogen en klemde haar knieën nog dichter tegen elkaar. ''Ik heb het moment gevoeld,'' sprak ze zacht. ''Het moment van zijn dood.'' Ze keek even op, snel, bijna schichtig. ''Het was gisteravond, is het niet?'' De kok knikte traag. ''Het was gisteravond.'' ''Hoe stierf hij?'' ''Iemand heeft op hem geschoten.'' Dat was emil van de Adenburg. Ja. Mevrouw van Iperg scheurde haar hoofd. Jacques, hij was altijd belust op geld. Ik denk dat dat zijn ondergang is geworden. De kok nam een lange pauze. Daarna boog hij zich iets naar haar toe. De uitdrukking op zijn gezicht was mild, meelevend. Wij condoleren u met het verlies van uw man, sprak hij gedragen. Het zal uw verdriet, uw smart niet lenigen. Dat beseffen wij. Maar het behoort tot onze taak om de man of de vrouw. die voor zijn dood verantwoordelijk is, te ontmaskeren. en aan een rechter over te dragen. Een aardse rechter. Hij zweeg even en spreidde zijn beide handen. Van zo'n aardse rechter. heeft uw man nu niets meer te vrezen. Hij zal inmiddels al zijn geoordeeld door hem die alle feiten kent, ook de verzachtende omstandigheden. De oude regisseur keek haar gespannen aan. Wat ik u probeer duidelijk te maken, mevrouw Van Nieperen, is dat u volkomen openhartig kunt zijn, dat u door uw uitspraken uw man niet meer kunt belasten, dat een mogelijk motief om iets voor ons te verzwijgen niet meer geldt. Op haar lippen gleed een wrange glimlach. Bent u daar zo zeker van? De kok gebaarde in haar richting. Alleen als u zelf, in persoon, bij deze affaire bent betrokken, dat zou voor u een reden kunnen zijn om geen opening van zaken te geven. Mevrouw van Ypres keek hem aan. Haar blauwe ogen flikkerden kwaadaardig. Ze klapte met haar vlakke hand op de leuning van haar fauteuil. Ik ben nergens bij betrokken, reageerde ze heftig. Ik ben de wettige echtgenote van Sjaak van Ieperen, begrijpt u? Dat is mijn enige betrokkenheid. De kok hield zijn blik strak op haar gezicht. In de grijze speurde groeide de wil om niet op te geven. Kent u de heer Hardijken? Arond Hardijken? Nee. Heeft u zijn naam wel eens horen noemen? Nee. Die heer Hardijken heeft Emiel van der Aardenburg is een interview afgenomen. Hebt u dat interview destijds gelezen? Mevrouw van Iper schudde haar hoofd en zuchtte. Waarom neemt u niet zonder meer van mij aan dat ik geen bijzonderheden ken? Dat het leven van mijn man voor mij een gesloten boek was? De kok grijnsde. Ik, ik ken de nieuwsgierigheid van vrouwen, vooral van vrouwen die nog in alle oprechtheid van hun man houden. En u hield toch van uw man? Vrouw van Ieperen liet haar hoofd iets zakken. Haar weerstand leek weggevloeid. Ik hield van mijn man, sprak ze zacht. Zeker. God weet dat ik de waarheid spreek. Ik was alleen niet in staat om al zijn wensen te vervullen. Ik kon dat niet. Hij wekte weerstanden in mij op. Ze frunnikte aan haar zilveren broche. Mijn man heeft al jaren een verhouding met een klein blond sletje uit Amsterdamse hoerenbuurt. Dat wist u? Ja. Heeft hij het u verteld? Mevrouw van Iper schudde haar hoofd. Ik heb hem laten schaduwen. De kok knikte begrijpend. Kent u nog andere vrouwen uit zijn leven? Nee. De oudere zeusier kwam ver uit zijn fortuin naar voren. Denkt u eens goed na, sprak hij klemmend. Uit ons onderzoek tot nu toe blijkt dat bij de moord op uw man en op Emil van der Aardenburg. een vrouw een belangrijke rol speelt. Die vrouw is vermoedelijk ook verantwoordelijk voor de dreigbrieven die uw man ontving. Dreigbrieven die ook aan Emil van der Aardenburg werden gestuurd. Die vrouw moet uw man en zijn compagnon goed hebben gekend. Ze was goed op de hoogte van hun doen en laten, hun gedrag. En wat mij het meest intrigeert is. Dat ze op een of andere manier een zekere invloed op de beide mannen had, macht over hen uitoefende. Hij keek haar bijna smeekend aan. Kent u een vrouw uit de omgeving van uw man die hieraan voldoet? Mevrouw van Upperen schudde haar hoofd. Dat Amsterdamse sletje, sprak ze verbeten. Verder waren er geen andere vrouwen. De kok perste zijn lippen op elkaar. Hij hield de vrouw in de fortuin voor hem in zijn blik gevangen. Ze mocht hem niet ontglippen. Zijn gevoel dat de vrouw hem verder kon brengen... nader tot de oplossing van het mysterie, dreef hem voort. U liet uw man schaduwen, zei u. Ja. U zult van dat schaduwen ongetwijfeld rapporten over slagen hebben ontvangen. Die heb ik verbrand. Wat is de naam van het detectivebureau dat u in de arm nam? Die naam ben ik vergeten. De kok plukte aan zijn onderlip... Hij wist dat ze loog, maar besloot uit tactische overwegingen daar niet op in te gaan. Wat deed u besluiten om uw man te laten schaduwen? Mevrouw van Iperen friemelde opnieuw aan haar broosje. Ik vermoed ontrouw. Steeds vaker bleef u hele nachten van huis weg. De kok schonk haar wrang een wrange glimlach. Ik begrijp het, sprak hij vriendelijk. U wilde uw man niet verliezen. U wilde weten waar hij die nachten doorbracht. Precies. De oude recesseur keek haar schuins aan. En toen u het wist van dat hoertje, hebt u hem dat toen verweten? Mevrouw van Ypres strekte haar open rechterhand naar hem uit. Ik gunde hem dat Amsterdamse sletje. Echt, dat gunde ik hem. Toen ik het wist, was ik daar eerlijk gezegd zelfs blij mee. Het betekende niets, begrijpt u. Het was puur lichamelijk, meer niet. Ineens veranderde haar houding en verstarde haar gezicht. Ik was wel woedend toen mij werd bericht dat hij een paar avonden met een jonge journalist had gedineerd. De kok kneep zijn ogen half dicht. Een journalist, Mevrouw van Ippele knikte nadrukkelijk. Een mooie jonge journalist stond er in dat bericht. Zeker een Tanja. De kok heek haar onderzoekend aan. Dat, uh, dat heeft u hem wel verweten. Ja. En wat zei uw man? Mevrouw van Ieperen trok haar schouders iets op. Hij grinnikte een beetje en zei... Die stinkgriet. Hij zei die stinkgriet. Mevrouw van Ieperen knikte traag. Dat heb ik onthouden. Het maakt indruk op mij. Waarom? Sjaak... Mijn man was een heer. Stinkgriet was een uitdrukking die hij nooit bezigde. De beide regisseurs verlieten de villa en schokten door het grind. Aan het einde van de oprijlaan keek de kok niet om. Hij had daar dit keer geen behoefte aan. De indruk die Mevrouw Van Iper op hem had gemaakt, stemde hem nog blij, nog droevig. Hij begreep iets van de verwijdering die in het huwelijk was ontstaan. Mevrouw Van Iper, zo meende hij, hanteerde een vreemde logica. Als Sjaak haar man lange nachten bij een hoertje doorbrengt, dan is ze daar blij mee. Maar als hij een paar avonden met een jonge journaliste dineert, dan is ze daarover zo woedend. Dat ze hem ter verantwoording roept. Vrouwen, constateerde hij zuchtend, waren vaak vreemde schepsels. Ze stapten zwijgend in en reden van de prins Bernard weg. Ondanks een middaguur was het bijna donker. Fledder deed het grote licht van de Volkswagen aan en vloekte omdat het weer begon te regenen. De jonge rechercheur blikte met een kwaad gezicht op zij. Hoeveel dagen hebben we nog voordat de kerstklokken beginnen te luiden? Twee, tweeënhalve dag. Wat hebben we het nog? Wat bedoel je? Deze ellendige zaak tot klaarheid brengen voor de kerstnacht? De kok liet zich wat onderuit zakken. Je moet er vertrouwen in hebben, sprak hij rustig. Vladder gebaren om zich heen. Dit condolencebezoek aan mevrouw van Iper in Baren heeft ons ook niets opgeleverd. De oude regisseur schoof zijn onderlip vooruit. Ik ben niet ontevreden. Fredder snoof verachtelijk. Komen we daar verder mee? Vroeg hij een tikkeltje sarcastisch. Tanja, een mooie jonge journaliste. Ze kent geen achternaam, geen adres. Weet niet voor welke krant ze werkt. Voor welk maand- of weekblad. Ze weet niet of die Tanja ook wel eens met Emil van der Adenburg heeft gedineerd. Of met Aron Harderdijken? Hij grinnikte vreugdloos. Wat weet die stijve mevrouw van Iperen feitelijk wel? De kok schoof zijn hoedje naar voren. Ik vraag mij af of ze wel beseft dat ze inmiddels weduwe is geworden. Verder reageerde niet. Zwijgend reden ze voort. Na enige tijd trok de jonge regisseur rimpels in zijn voorhoofd. Weet je wat ik vreemd vind? Nou... Dat wij beiden ons nooit hebben afgevraagd of zij misschien de mysterieuze vrouw is. Vrouw van Ieperen verder knikte. Ik vind haar een ondoorgrondelijke vrouw. Ik heb het gevoel dat in haar veel meer emoties leven dan ze uiterlijk toont. Die zwarte, hooggesloten Japon maakt op mij de indruk van een camouflagekleed om haar ware hartstocht te verbergen. Kok keek bewonderend naar hem op. Ik heb nooit geweten dat jij zo scherp analyserend naar vrouwen keek. Vredder maakt een wrevelig gebaartje. Dat preutse gedoe staat me tegen. Ik vind dat niet sympathiek. De kok schudde zijn hoofd. Dat mag voor ons nooit een uitgangspunt zijn, sprak hij vermanend. Vredder zwaaide geprikkeld. Dat weet ik, sprak hij heftig. Maar laten we nu eens alle vrouwen die in deze affaire een rol spelen, de revue passeren. Dan hebben we Marianne Oldhoven. De wettige vrouw van Emil van der Aardenburg. Ze is in bezit van een vuurwapen, kan ermee omgaan en heeft een duidelijk motief. Ik heb haar nog steeds heel hoog op mijn lijstje staan. Maar ze is een redelijk normaal reagerende vrouw. Dan hebben we Charlotte Overdinkel. De wat frivole ex-vrouw van Van Aardenburg. Ze heeft geen motief, althans geen motief dat wij kennen. Maar gevoelsmatig kan ik het niet opbrengen om in haar een verdachte te zien. Begrijp je? En dat gevoel heb ik nu wel bij die mevrouw van Iperen. En Sonja van Poeldijk. Van haar weten we nog zo weinig. Gevoelsmatig. Ze lijkt me te lief. De kok glimlachte. <laughs> te lief om te moorden. Precies. Ze was anders geraffineerd genoeg om mij om de tuin te leiden. Fledder gniffelde. En dat zit je nog steeds dwars. buitje. Ze reden via Dima Amsterdam binnen. Fledder vermeed de opbrekingen en reed de gooise weg verder af naar de Wieboudstraat. De vele stoplichten tasten zijn humeur aan. Dan hebben we alle vrouwen gehad, sprak hij snauwerig. Jij mag zeggen wie van de vier het is. Je vergeet Tanja. Wil je die ook in het lijstje opnemen? De kok knikt nadrukkelijk. Het lijkt mij zinvol om achter haar identiteit te komen. Wie weet of zij ons naar de uiteindelijke oplossing voert. Je moet niet vergeten dat Sjaak van Ieperen weliswaar een paar maal met haar dineerde, maar haar toch een stinkgriet noemde. En dat is een opmerkelijke kwalificatie voor een heer. Fletter keek hem g'navend aan. Je wilt zeggen dat die intieme etentjes toch niet zo harmonisch zijn verlopen? De kok wreef met de rug van zijn hand langs zijn neus. Daar heeft het alle schijn van. De vraag is: waarom ga je met een stinkgriet dineren? Hij zweeg even, nadenkend. Ik zou graag eens een praatje met de juffrouw willen maken. Zouden we haar kunnen identificeren? De kok tuit zijn lippen. Dat zal wel lukken, sprak hij geruststellend. We moeten Bram Brakel, journalist van de Dagblad der Telegraaf, wel eens benaderen. Als die Tanja inderdaad een mooie vrouw is, dan kent hij haar vast. Zou je denken? De kok lachte. Bram Brakel kent alle mooie jonge vrouwen uit het journalistenwereldje. Fledder stuurde de Volkswagen vanaf het Dambrak. De oude brug steeg in en parkeerde op de stijger achter het bureau. De beide regisseurs stapten uit en shockten naar de Warmoestraat. Het was druk in de hal van het politiebureau. Voor de balie stond een groepje luidroepende en druk gesticuleerde Turkse mannen met zware zwarte snoren. Een paar meter verder stonden Algerijnen en Marokkanen tegen elkaar te schreeuwen. Een Amerikaan vroeg indringend weg naar het kantoor van die Amerikaanse Express Company. en een Duits meisje wilde weten waar ze het Hilfsverein kon vinden. Achter de balie probeerde Jan Custers manmoedig om uit de gordiaanse knoop van een Babylonische spraakverwarring te blijven. Toch kreeg ik ook geen kans om ongezien aan hem voorbij te glippen. De wachtcommandant zwaaide hoog boven de hoofden van de mensen van de balie. Een envelop in zijn hand. Voor jou, brulde hij boven het roemoer uit, Kom een jochie brengen. De oude regisseur wrong zich tussen de kei van de buitenlanders en nam de envelop van Jan Kusters over. Daarna wurmde hij zich uit het gevoel. Op kwiek liep hij de trappen op naar de tweede etage. Fledder volgde hem in een lager tempo. In de grote recherchekamer ging de kok met zijn regenjas nog aan... achter zijn bureau zitten en legde de envelop voor zich neer. Aan de kok stond er in hoekige hanenpoten. De grijze speurder riep Fledder naar bij en wees. Je kunt je honderdmaal als de kok met COCK voorstellen... sprak hij hoofdschuddend. Er zijn altijd nog weer mensen... Die een muts op je hoofd zette, een koksmut. De jonge rechercheur lachte. Je moet je ook niet verbeelden met je COCK. De kok reageerde niet. Hij scheurde de envelop open. Er zat een klein bloknotvelletje in, met daarop in dezelfde hanenpoten. Beste de kok, het landhuis van de landheer heet De Aardeburg en ligt aan de Bandeveldse weg bij Stoutenburg. Daar is dan eerst een modesjouw. En daarna bal met de mannekeinen. Jouw Louis. PS, sorry, kon geen vervanger krijgen. Jouw cognac staat nog steeds onder de tap. Fletter las over zijn schouder mee. Wat is een modesjouw met mannekeinen? De kok greep kniffelend naar zijn neus. Smalle Louisje komt uit een arm gezin. En moest al vroeg aan de bak. Bovendien heeft hij op school bij taal nooit zo goed opgelet. Hij bedoelt duidelijk een modeshow met mannekeins. De oudere regisseur keek even op. Of heb je niet zoveel fantasie? Fletter negeerde de, de vraag. Hij wees naar het briefje: De Adenburgt. Toepasselijke naam. Moeten we er nog heen? Naar het landhuis? Ja. Wat dacht je daar te vinden? Let het toch zijn schouders op. Ik heb geen idee. Ik denk dat Emil van de Adenburg en zijn compagnon daar aan relaties hun laatste convectiemodellen toonde. Met een feestje tot slot, zoiets. De kok koude op zijn onderlip. Stoutenburg ligt, naar ik meen, in de buurt van Leusden. Bel straks eens met de politie daar. Misschien dat men iets van dat landhuis weet. We kunnen er morgen ook zelf even heen gaan. Morgen? De kok zocht in een lade van zijn bureau en diepte daaruit een aantekening op. Morgen? Herhaalde hij knikkend. We gaan nu eerst naar de reale gracht. Fletcher keek hem verrast aan. De kok glimlachte. Er bestaat altijd nog de mogelijkheid dat ze mij in de maling heeft genomen. Maar volgens haar eigen opgave. Woont daar Sonja van Poeldijk? Het was razend druk in de binnenstad van Amsterdam. In een lang lint trokken de voertuigen traag over de smalle rijstroken van het damrak. De kok gebaarde moedeloos om zich heen. Ondanks een woud van Amsterdammetjes. Zijn de verkeersaders van de Amsterdamse binnenstad volkomen dichtgeslipt? Ik geloof dat we veel beter te voet naar de Reale Gracht hadden kunnen gaan. Fletter knikte berustend. Maar we kunnen nu niet meer terug. Voor we de wagen weer achter het bureau op de steiger hebben. zijn we zeker een half uur verder. Hij keek even opzij. Wonen er mensen op de Reale Gracht? Volgens mij staan daar alleen maar van die grote oude pakhuizen. De kok verspreidde zijn handen. Ik weet het niet. Ik ben er een lange tijd niet in de buurt geweest. Vroeger kwam ik daar vaak. Er woonde een vriend van mij op de Zandhoek. Toen hadden die oude pakhuizen nog een functie. Nu zijn veel van die eeuwenoude gebouwen tot appartementen omgebouwd. Het schijnt dat de zogeheten juppies veel geld voor zo'n appartement over hebben. Zou Sonja van Poeldijk daar wonen? Dat vermoed ik. Fledder reageerde verwonderd. Heeft ze met een deeltijdbaantje dan zoveel geld dat ze zich zo'n appartement kan veroorloven? De kok trok zijn schouders op. Misschien woont ze wel met zo'n juppie samen. Voor een aantrekkelijke jonge vrouw is er altijd wel geld te verdienen. Je bedoelt als escort of koolkirl? Precies. Fledder schudde zijn hoofd. Zo'n type lijkt ze me niet. De kok glimlachte. Laten we vriendelijk aannemen dat ze bemiddelde ouders heeft. of dat onlangs een rijke oom van haar is gestorven. De oude regisseur trok een denkrimpel in zijn voorhoofd. Heb je haar nog in onze administratie nagetrokken? Fledder knikte. Ze komt helemaal niet voor. Ze is nog nooit met de politie of justitie in aanraking geweest. Als jij middels dat glas geen vingerafdrukken van haar had gestolen. Dan had Ben Kreuger nooit kunnen constateren dat haar verhaal over een deeltijdbaan bij Emiel van der Aardenburg een leugen was. De kok wreef zich achter in zijn nek. Ik had vanmorgen in Baren bij mevrouw van Ypres naar haar moeten informeren. Misschien dat zij ons had kunnen inrichten. Hij schudde zijn hoofd. Ik heb er niet aan gedacht. Ze reden achter het centraal station langs over de ruiterkade naar de Westerdoksdijk. Vandaar via het Baronsplein, Bokkinghangen, een smal ophaalbruggetje en de zandhoek bereikten ze de reale gracht. Verder vond voor de oude Volkswagen nog een parkeerplaatsje aan het water. De gevels van de oude pakhuizen waren zoveel als doenlijk intact gehouden en toonden tegen een grauwe wolkenhemel een markante aanblik. Toch was duidelijk te zien dat de oude gebouwen niet meer als opslagplaats van goederen werden gebruikt. Sporen van intensieve bewoning waren zichtbaar. De kok plukte een papiertje uit het borstzakje van zijn Colbert en raadpleegde zijn notitie. 384, daar zei hij hardop. Fledder liep voor hem uit naar een brede groene toegangsdeur en voelde aan een grote koperen knop. Toen hij daaraan draaide, gaf de deur mee. De kok duwde het papiertje weer in zijn borstzak en liep achter hem aan. Via de groene deur bereikte ze een ruime, hoge hal met witte granoolwanden... waarop rechts een lichtmetalen tableau met drukknoppen en rosetten van spreekgaatjes. De kok liet zijn blik langs de namen glijden. Sonja van Poeldijk... Zo leerde hem het tableau uit een appartement op de tweede etage. De grijze speurder grinnikte. Ze woont hier. Dat was in ieder geval geen leugen. Hij keek naar Fleur op. Wat zullen we doen? Een aanval bij verrassing? De jonge regisseur schudde zijn hoofd. We drukken hier gewoon op dat knopje en melden ons als ordentelijke politiemensen. De kok snoof. Zoals je wilt, sprak hij gelaten. Met de dikke middelvinger van zijn rechterhand drukte hij op het knopje naast S van Poeldijk op een zwart plastic naambordje met witte letters. Er kwam geen enkele reactie. Na enige tijd drukte hij weer. Toen er weer geen reactie kwam, trok hij een grimas en liep de houten trap op, die onmiddellijk naast het lichtmetalen tableau begon. Fledder kwam met duidelijke tegenzin achter hem aan. Na twee trappen bereikte de regisseurs een ruim portaal met een smalle plantenbak met hydrocultuur en een foeileerlijk sculptuurtje in een verlichte nis. Naast een opdekdeur met een doorkijkglaasje stond 384. De kok voelde aan de deurknop. De deur was op slot. Onder de afkeurende blikken van zijn jonge collega nam de oude regisseur het apparaatje van handige Henkie uit zijn broekzak en koos een ragfijn stalen pennetje. Het duurde nog geen minuut. Toen duwde hij de deur open. Even aarzelde hij, wachtend op een reactie. Toen die niet kwam, stapte hij naar binnen, kalm, boedzaam, bedacht op gevaar. Verder liep hem na. En sloot de deur achter zich. De kok snoof. Dat deed hij vrijwel altijd als hij ergens binnendrong. Volgens zijn eigen theorie had elk vertrek een nestgeur, die hem vertelde of hij welkom was of niet. De oude regisseur trok een bedenkelijk gezicht. Het vleugje parfumgeur dat zijn neusgaten binnendrong, was hem aangenaam, maar er waren andere impulsen. Die wreed storend op hem afkwamen. Na een kleine hal met een diepe garderobenis kwamen ze in een groot vertrek met een fraai uitzicht over de reale gracht en het oude Prinsen-Eiland. De wanden van de kamer waren uitgevoerd in steriel wit, met op de vloer een hoogpolig berbertapijt, waarop hangmatten met fragiele, vergroomde poten. Het was een modern interieur dat hij bij vele jonge mensen aantrof. De kok liet zijn scherpe blik door de kamer dwalen. Plotseling werd zijn aandacht getrokken door kleine scherven van wit porselein. Ze lagen bij een ronde tafel met een dikke rookglazen plaat. In het hoge berber tapijt waren ze bijna niet zichtbaar. Hij keek om zich heen. De pot of vaas waarvan de scherven afkomstig waren kon hij niet ontdekken. Het wekte zijn argwaan. Speurend liep hij door naar een aangrenzende slaapkamer. Verstijfd van schrik bleef hij daar staan. Aan een groen gordijnkoord hing het lijk van Sonja van Poeldijk. Haar lichtgolvend kastanjebruin haar hing als een sluier voor haar opgezwollen gezicht. Verder hijgde. Zij heeft zich opgehangen. De oude regisseur reageerde niet. Hij liep naar het omgevallen krukje onder haar lichaam. Met een snelle beweging trok hij een schone zakdoek uit zijn broekzak. Deed die om een poot en zette het krukje overeind. Het reeds vermoeden werd bewaarheid. Tussen de bovenzijde van het krukje en de voeten van Sonje van Poeldijk stak nog ruim een handbreedte. Hij draaide zich om naar Fredder. Bel de meute. Het is moord. De kok deed de toegangsdeur tot het appartement open en liet Bram van Wielingen binnen. De fotograaf keek hem nijdig aan. Hoe vaak heb je mij van de week al laten opdraven? vroeg hij snouwerig. Je houdt mij wel voortdurend aan het werk. De kok trok een grijns. Ik niet. De misdaad. Bram van Wielingen liep hem brommend voorbij. Ik hoop dat je er nog eens allergisch voor wordt. De kok reageerde niet. Met een knipoog begroette hij Ben Kreuger, die met zijn koffertje achter de mopperonde fotograaf binnentrad. Op het portaal met de smalle plantenbak stond een oudere dame. De grijze speurder liep op haar toe. Woont u hier? vroeg hij vriendelijk. De dame knikte naar een aangens onder de deur. Is er wat met Sonja? vroeg ze nieuwsgierig. De kok trok een droevig gezicht. Sonja. Sonja is dood. Het dametje sloeg haar hand voor haar mond. Heeft ze zichzelf iets aangedaan? De kok keek haar pijnzend aan. Waarom denkt u dat? Het dametje schudde bedroefd haar hoofd. Sonja deed de laatste tijd een beetje vreemd. sprak ze triest. Ze was zo down, zo neergeslagen. Vroeger klopte ze in de morgen wel eens vrolijk bij me aan. Gewoon voor een praatje, een babbeltje, een kopje koffie. Maar nu is ze al in geen weken bij mij op bezoek geweest. Een tikkeltje van streek. Het dametje knikte met een ernstig gezicht. Zo mag u dat wel noemen, sprak ze nadenkend. Vorige week kwam ik haar op het barendsplein bij de Zandhoek tegen. Ik ging blij naar haar toe. Als er niet mijn straal voorbij, ze zag me niet eens. Kent u de oorzaak? Hoe het komt dat Sonja zo in de war was? Dat bedoel ik. Op het gezicht van het dametje kwam een pijnlijke trek. Dat. Dat weet ik niet, niet zo precies. Mooie jonge vrouwen hebben nog wel eens de neiging om in moeilijkheden te komen. Waren er mannen in haar leven? Het dametje gebaarde wat vaag. Och, er kwam wel eens een wat oudere man op bezoek. Maar dat leek meer een familielid, een oom of zoiets. Ze was niet het type van een vlinder. Echt met mannen hield Sonja zich niet op. Er zat een vriendin en die... Eh, het dametje stokte en keek pijnzond voor zich uit. Ik denk dat het toen begonnen is. Wanneer? Toen die vriendin niet meer kwam, plotseling helemaal wegbleef. Vanaf dat moment heb ik geen enkel contact meer met Sonja gehad. Dat was een ruzie geweest. Het oude dame schudde haar hoofd. Dat denk ik niet, nee. Het waren echt boezemvriendinnen, al van kinds af aan, samen op dezelfde school, vaak hetzelfde gekleed. Die vriendin van Sonja trouwde met ene Pierre Geldrop. Een knap ventje wel. Een beetje sullerig, slap. Het huwelijk liep ook al gauw stuk. Toen is Tanja bij Sonja ingetrokken. Hier in het appartement? Ja. Ineens voelde de kok een geweldige dreun onder zijn schedeldak. Eh, uh, uh, u zei Tanja? riep hij verrast. Die vriendin van Sonja heette Tanja? Het dametje keek verwonderd naar hem op. Tanja? herhaalde ze knikkend. Tanja Geldrop. Haar naam heeft nog beneden op het tableau gestaan. De kok greep met beide handen naar zijn hoofd. Waar is die Tanja gebleven? Het oude dametje trok haar schouders op. Dat weet ik niet. Ik zei u al. plotseling zag ik haar niet meer. Ik was er ook erg nieuwsgierig naar waar ze was gebleven. Ik had dat Sonja ook steeds willen vragen, maar. Met zijn handen op zijn rug en een opgewonden kleur op zijn gezicht, kwam Fledder uit het appartement stappen. Oh, ben je hier? sprak hij verwonderd. Ik zocht je. De oude rechercheur draaide zich half om. Voor ik het vergeet, kijk eens in de vuilnisbakken of daarin ergens een gebroken schaal, bol of vaas van wit porselein ligt. En als dat het geval is, wees er dan voorzichtig mee en laat die door Ben Kreuger. Op vingerafdrukken onderzoeken. Laat hem in ieder geval de scherven. die je bij de ronde tafel. in het berber tapijt kunt vinden. zorgvuldig inkwasten. Vletter bleef aarzelend staan. Wat schichtig keek hij in de richting van het oude dametje. Ik. Uh, ik moet je wat laten zien. Hij nam zijn handen van zijn rug. en hield de kok een bloknoot voor. Uit haar schrijfbureau. Het priegelschrift. De kok liet zich in zijn stoel achter zijn bureau zakken. Heb je nog wat in die vuilnisbak gevonden? Fredder knikte. Een vrij zware vaas. Ik heb de brokstukken aan Ben Kreuger meegegeven. De jonge rechercheur maakte een grimas. Die mistige affaire van de dreigbrieven kunnen we nu wel afsluiten. De kok keek hem verwonderd aan. Hoezo? De jonge rechercheur grijnsde. Die worden niet meer geschreven. Het klonk cynisch. De kok wees naar de bloknoot met priegelschrift voor zich op zijn bureau. Het is wel duidelijk dat Sonja van Poeldijk die dreigbrieven schreef. Maar was ze ook de vrouw... Die Emil van der Aardenburg en Jacques van Ypres vermoorden en op Arend Harredijker schoot. Ze was er in ieder geval bij betrokken. De kok knikte traag. De vraag is hoe en waarom? Hij zuchtte diep. En wat misschien nog belangrijker is, waarom vond iemand het noodzakelijk om haar voor eeuwig het zwijgen op te leggen? Fledder keek bewonderend naar hem op. Hoe zag je direct dat het moord was? De kok spreidde zijn beide handen. Het krukje. Het is niet de eerste keer dat men een wurgmoord... door een zelfmoord middels ophanging wil camoufleren. Dat is al vaker vertoond. Maar ik loop te lang in dit vak mee om mij daardoor nog te laten misleiden. Als het een echte zelfmoord was geweest... dan had Sonja van Poeldijk nooit op dat krukje kunnen staan... Om het daarna om te schoppen. Ze hing te hoog. De moordenaar of moordenares heeft het lichaam over de deur te hoog opgetrokken. Dat krukje heeft hij of zij later onder de voeten van Sonja gelegd en er niet op gelet of de hoogte wel klopte. Fletter trok zijn wenkbrauwen samen. Als ik het goed begrijp, sprak hij ernstig, dan werd ze eerst met het gordijnkoord gewurgd. En daarna aan datzelfde koord opgehangen. De kok knikte traag. Ik ben er vrijwel van overtuigd. dat er een ruzie aan vooraf is gegaan. en dat Sonja van Poeldijk tijdens die ruzie. met die porseleinen vaas op haar hoofd is geslagen. Ik kreeg argwaan. toen ik die scherven in het tapijt zag. Ik denk dat de dader of daderes. die scherven over het hoofd heeft gezien. Toen hij of zij de gebroken vaas wegwerkte. Hij grinnikte. <laughs> bij een zelfmoord hoort in de regel geen gebroken vaas, wel bij een ruzie. Fledder trok een denkrimpel in zijn voorhoofd. Zou die Tanja Gelderop er iets mee te maken hebben? Dat oude dametje zegt wel dat ze niet in een ruzie gelooft, maar het is toch vreemd dat ze plotseling uit het appartement verdween en dat vanaf dat moment Sonja een opmerkelijk afwijkend gedrag vertoont. Heb je Bram Brakel al gebeld? Ja, maar hij was niet op de grond. En thuis ook niet. De kok gebaarde naar de telefoon. Probeer het nog eens. Fledder greep de horen van het toestel en draaide het nummer van het dagblad de telegraaf. De kok kwam van achter zijn bureau vandaan en begon door de grote recherchekamer te stappen. In zijn trage slenterende tred lieten zijn gedachten zich gemakkelijker ordenen. De gewelddadige dood van Sonja van Poeldijk had hem sterk aangegrepen. Sterker dan de dood van Van der Adenburg en Van Ypres, waarbij hij weinig emotionele betrokkenheid had gevoeld. Haar handschrift wees uit dat Sonja van Poeldijk bij de moord op de beide compagnons een rol had gespeeld. Welke? Waren de dreigbrieven die ze schreef een eigen initiatief? Of had iemand haar daartoe aangezet? Wie? Tanja Gelderop? Vledder legde de horen op het toestel terug. De kok liep geschrokken naar hem toe. Het gezicht van de jonge regisseur was wit weggetrokken. Wat is er? Vledder sloot even zijn beide ogen. Tanja, sprak hij toonloos. Tanja Gelderop is dood. Twee maanden geleden is ze levenloos uit het water van de keizersgracht gevist. De kok voelde hoe een koude rilling door zijn lijf trok. Het bracht zijn denkvermogen totaal tot stilstand. Even. Enkele seconden. Toen kwam het weer vol in bedrijf. Waar? Wat bedoel je? Waar werd ze opgevist? Waar op de keizersgracht? Fletter trok wat hulpeloze schouders op. Dat weet ik niet. Dat heeft Bram Brakel niet gezegd. Ik denk dat hij dat ook niet weet. De kok klemde zijn lip op elkaar. Dat moet te vinden zijn. Hij wees omhoog. Duik bovens is in die administratie. Daar moeten aantekeningen van zijn. Een proces-verbaal van lijkvinding. Als je er zelf niet helemaal uitkomt, vraag dan of Avram Molenkamp je even helpt. Fledder keek op zijn horloge. Realiseer je dat het al bijna tien uur is. Die van de administratie zijn er lang naar huis. De kok wreef zich achter in zijn nek. Pak de sleutel van de administratie, gebood hij. En zoek het op. Ik wil het weten. Fledder verliet de recherchekamer. De grijze speurder voelde zich onrustig. Zijn bekwame hersenen werkte op volle toeren. Hij liet alle gebeurtenissen nog eens aan zijn geest voorbij trekken. Vond tientallen constructies en varianten, maar kon geen oplossing vinden die hem volledig bevredigde. Na ruim tien minuten kwam Fredder in de recherchekamer terug. De jonge rechercheur zag er vermoeid en ontdaan uit. De kok keek hem gespannen aan. Wat heb je gevonden? Fredder knikte. Het lijk van Tanja Geldrop dreef in de keizersgracht precies op de plek waar de beide vermoorde compagnons tegen een boom geleund over het water staarden. Op het drukke stationsplein stapte de kok uit de tram. Aan zijn rechterhand bungelde een plastic draagtasje met een boek. Met een norse trek op zijn gezicht, schokte hij met de stroom voetgangers mee naar het brede trottoir van het Damrak. Hoewel hij de oplossing van het mysterie kende, wist wie voor de moorden verantwoordelijk was, voelde hij zich niet geheel voldaan. Het had naar zijn gevoel te lang geduurd. Te lang had hij zich laten misleiden en het bedrog niet doorzien. Maar de wetenschap de moordenaar te kennen, had hem een goede nachtrust bezorgd. Voor het eerst sinds een paar dagen had hij zich onbekommerd in Morfhuis armen geworpen. Hij keek schuin links omhoog. Het regende niet, maar de lucht boven de oude achtergevels van de Warmoestraat. Zag er grauw en dreigend uit. Ook de weerberichten bleven spreken van aanhoudende regen en veel wind. Zijn blik dwaalde naar rechts, naar de etalages met kerstartikelen. Het bracht een glimlach om zijn mond. Van één ding was hij overtuigd: voordat de kerstklokken begonnen te bijeren, had hij de zaak van de dodelijke dreiging tot een einde gebracht. Bij de oude brug steeg. Stak hij voor een aanstormende tram de rijbaan van het Damrak over. en kuierde op zijn gemak naar de Warmoestraat. De kok wierp zijn oude hoedje naar een haak van de kapstok en miste. Daarna deed hij zijn regias uit en raapte zijn hoedje op. De vingers van Fledder gleden razendsnel over de toetsen van zijn elektronische schrijfmachine. Toen hij de kok in het oog kreeg. Liet hij zijn vingers rusten. Je bent laat. De oude regisseur knikte gelaten. En jij hebt wallen onder je ogen. Vledder maakte een hulploos gebaartje. Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan. Ik ben in gedachten voortdurend met die zaak bezig geweest. Ik kom er gewoon niet uit. Ik heb het gevoel dat nu alle mensen die ons iets zouden kunnen vertellen dood zijn. De kok knikte instemmend. Dat gevoel heeft de moordenaar ook. Moordenaar? De kok knikt opnieuw. Het is een man. Fledder keek hem verbijsterd aan. Jij weet wie het is? De oude regisseur grijnsde breed. Boerkenaas. Fledder keek hem met open mond aan. Boerkenaas? In zijn stem trilde ongeloof. De kok nam het boek uit het plastic draagtasje. En wierp het de jonge regisseur toe. Versjes uit de oude tijd. Ik kon gisteravond net als jij de slaap niet vatten. Dat boekje van die uitgeverij uit Baren lag binnen handbereik. Uit baloorigheid, om even van gedachten te veranderen, heb ik dat boekje gepakt en ben gaan lezen. De grijze speurder zuchtte. Toen kwam ik Boerkenaars tegen. Wie is Boerkenaars? De kok rijkte voorover, pakte het boekje terug en begon te bladeren. Het is een gedichtje van de Vlaamse priesterdichter Guido Geselle. Het verhaalt van een boertje dat in de stad een paar runderen had verkocht en met de opbrengst daarvan op weg naar huis door een struikrover met een pistool in zijn hand wordt overvallen. Hij zweeg even en hield het boek open voor zich. Ik zal nu Guido Geselle even het woord laten. Declameerend ging hij verder. Boerkenaas, die alle dagen vijf, zes kruisgebeden bad, om lang te mogen leven, peinst hoe hij in de nesten zat. Hoor, mijn vriend, sprak hij, toon dat ge minzaam zijt. Schiet een kogel door mijn hoed en spaar mij het vrouwverwijt. Ik zal zeggen, als ik thuis kom, men heeft mijn geld geroofd. Een je scheelde het of ik had een kogel door mijn hoofd. De dief, die meer van duit hield dan van de boer zijn bloed, schoot rap een kogel door het topje van zijn hoed. Bedankt, zei Naas, schiet nu één door mijn kleed. De dief legt aan en Naaske houdt zijn jas daarvoor gereed. Schiet nu nog één door mijn broek, zei Naas. Dan denkt mijn vrouw voorwaar als dat ik bij mirakel ben ontsnapt aan lijfsgevaar. De kok klapte het boek dicht. Dat was het. Wat? De aanwijzing die mij de oplossing bracht. Fledder keek hem zullig aan. Dat snap ik niet. De kok schoof het boek met versjes van zich af. Daar was ik al bang voor, sprak hij droevig. Fledder leunde op zijn schrijfmachine. Wat heeft dit met onze zaak te maken? Alles. Fledder grinnikte. Eh, er is... In onze zaak in het geheel geen sprake van een beroving. De kok zuchtte. Het gaat niet om de beroving, sprak hij geduldig. Het gaat om de houding, het gedrag van boerkenaars. Hij stond op en liep naar de kapstok. Fledder liep hem na. Waar ga je heen? De kok draaide zich half om. Waar gaan wij heen? verbeterde hij. Fledder monsterde het gezicht van de grijze speurder. Waar gaan wij heen? herhaalde hij timide. De kok pakte zijn hoedje. Naar Ermelo. Arond Hardijk arresteren voor een drievoudige moord. De kok zat thuis in zijn brede fauteuil bij de haard. Naast hem... Op een bijzettafeltje stonden een fles fijne cognac en enige fraaie, diepbolle glazen. De oude regisseur keek naar het lange, bleke gezicht van commissaris Buitendam. Hij had hem uitgenodigd voor het slotakkoord, zoals hij zo'n laatste bespreking altijd noemde, en tot zijn verbazing had de politiechef zijn uitnodiging aanvaard. Naast de commissaris zaten wat onwennig Dick Vledder en Appie Keizer. De kok schonk klokkend in en deelde de glazen rond. Zijn vrouw bracht schalen vol lekkernijen. Commissaris buiten dan boog zich iets naar voren. Ik heb begrepen, sprak hij geaffecteerd, dat die heer Hardijken van de grafische heraut ons op een verschrikkelijke manier om de tuin heeft geleid. De kok reageerde niet en nam een slok van zijn cognac en keek in de richting van Fledder. Weet je dat wij enige dagen geleden op nog geen twee meter afstand van de oplossing van het drama hebben gestaan? De jonge regisseur keek hem verward aan. Nog geen twee meter? De kok knikte. Men zou als regisseur een beetje helderziende moeten zijn, verzuchtte hij. Herinner jij je. Dat wij op de parkeerplaats van het Ziekenhuis in Amstelveen met onze oude Volkswagen naast een lichtgrijze Mitsubishi Kalant stonden. Ja, kok lachte, dat was de wagen van Arend Hardijken. Als ik toen met het apparaatje van Hande Henkie het kofferdeksel van die wagen had opengemaakt, dan hadden wij de zaak opgelost en het bewijs geleverd. Hij tastte in een zijzak van zijn Colbert. Daarna bracht hij zijn rechterhand naar voren. In zijn handpalm lagen twee kogels. Die misten wij de eerste avond al. Jaap Alberts had ze niet in de kleding van de vermoorde Emiel van der Aardenburg kunnen vinden. Verder trok een ernstig gezicht. Die kogels zijn tijdens het vervoer van het lijk van van der Aardenburg in de bagageruimte van de wagen van Harredijk achtergebleven. De kok zette zijn glas op de bijzettafel. Precies, daar heb ik ze gevonden. De luikjes van het laboratorium in Den Haag zullen ongetwijfeld bevestigen dat die twee kogels afkomstig zijn uit hetzelfde wapen waarmee ook Sjaak van Ieperen werd vermoord. Fledder bracht in een wanhoopsgebaar zijn beide handen naar zijn hoofd. Wie schoot er dan op Arond Harderijken? Niemand. Niemand? Nee. Fledder grinnikte vreugdeloos. Maar hij had toch een wond aan zijn arm? En er zaten kogelgaat in zijn colbert. Dat, dat, dat hebben we toch samen gezien? Daar heeft de recherche van Amstelveen foto's van gemaakt. De kok knikkend op zijn onderlip. Ik heb mij door dat heerschap aardig in de maling laten nemen. Eerst dat gedichtje van Guido Gezellen over Boerkenaars... bracht mij op het goede spoor. Arend Harendijke acteerde alsof er op hem was geschoten. Hij bezorgde zichzelf een vleeswond aan zijn arm en schoot met zijn eigen pistool door zijn colbert. Uiteraard toen hij dat kledingstuk niet droeg. Hij liet ook aan zichzelf dreigbrieven schrijven en deed bij jou aan de warmoestraat aangifte van bedreiging. En die vrouw op de motorfiets, die bestond alleen in de fantasie van Arend Harderijken. Fledder spreidde verbijsterd zijn beide handen. Maar waarom? Kok zuchtte. Het was heel handig bedacht. Door die stunt plaatste de heer Harredijker zich op één lijn met de slachtoffers. Hij bracht ons ertoe om te denken dat ook zijn leven werd bedreigd. Hij liet zelfs de hoofdredacteur van de graven ze Oud met de officier van justitie bellen. Het was alles bluf en misleiding. Commissaris Buitendam wenkte om aandacht... Ik geloof dat je de vraag van Fledder niet hebt beantwoord. Het doel van de camouflage die de heer Haradijk toepaste is ons nu wel duidelijk. Maar het waarom van de moorden niet? De kok liet zich in zijn fortuin achterover zakken. Van het begin af was ik overtuigd, ging hij onverstoord verder, dat het plaatsen van het lijk van de Adenburg tegen een boom aan de rand van de keizersgracht een betekenis moest hebben. Ik werd in die overtuiging nog gesteund toen het lichaam van de dode Jacques van Ypres op dezelfde wijze in de stromende regen tegen een boom was gezet. Het was duidelijk een symbool, maar waarvan? Ook besefte ik dat voor het vervoer van de lijken vanaf het kantoor op Keizersracht 1119 naar de vindplaatsen gebruik moest zijn gemaakt van een auto of een gesloten kar. Hij zweeg even en bracht zijn wijsvinger voor zijn neus. En dat de feitelijke daad, het neerschieten. gevolgd door het vervoer en het plaatsen van de lijken tegen een boom. vrijwel onmogelijk door één man of één vrouw kon zijn gebeurd. De oude regisseur spreidde zijn handen en zuchtte. Maar al mijn overwegingen, vervolgde hij, brachten mij geen steek verder. Ik kwam ook niet tot een sluitend motief. Steeds was daar als een storende dissonant die Adond Harderdijken... die in het rijtje van slachtoffers feitelijk niet paste. Er was wel iets dat mij bevreemde. Zowel van de Aardenburg als van Ieperen was door een goede schutter omgebracht. De kogelgaat in hun borst zat in een kleine kring bij elkaar. Dat was een duidelijk teken dat de dader de schietkunst terdege beheerste. Wat mij een weinig verbaasde was... Dat diezelfde schutter bij de moordaanslag op Arend Hardijken zo jammerlijk had gefaald. Maar dat bracht mij er toch niet toe om de journalist te verdenken. In mijn gevoel was hij nog steeds slachtoffer in plaats van dader. Commissaris Buitendam wenkte opnieuw om aandacht. Het is ons inmiddels wel duidelijk wie de moorden heeft gepleegd, sprak hij met een licht sarcasme. Ik wil weten waarom. In zijn stem trilde ongeduld. De kok knikte traag voor zich uit. Tanja Gelderop, sprak hij somber, was de enige dochter van Arend Haradijk. Fredder kwam met een ruk naar voren. Zijn dochter, de kok knikte opnieuw, de dochter over wie Charlotte Overdinkel, de ex-vrouw van Emiel van der Adenburg, sprak, toen gaf vroeg of ze de heer Haradijk kende. Freddes slikte. En het dode lichaam van die Tanja werd uit het water van de Keizersgracht gevist, exact op de plek waar later de lijken van, van de Aardenburg en van Iper tegen een boom werden gezet. Precies, als symbool. Buiten nam met zijn beide armen. Als symbool van wat? Ook keek in zijn richting. Wraak, straf, vergelding. Hij nam een slok van zijn cognac. Als u mij even de gelegenheid geeft, dan zal ik proberen de achtergronden te schetsen. Ik heb vanmiddag Arend Hardendijk urenlang verhoord. Of feitelijk was het geen verhoor, meer een gesprek tussen twee al wat oudere mannen over emoties. Arend Hardendijk is een merkwaardig man. Het type van himmelhoogjaagzond soms toden betreurt. Enige jaren geleden stierf zijn vrouw na een langdurige ziekte. Tanja was toen bijna meerderjarig. Ze wilde net als haar vader in de journalistiek. Ze had beslist aanleg. Hardendijker zorgde ervoor dat ze als freelance freelancejournaliste voor de Grafische herout kon werken. Hardendijker nam haar ook altijd mee naar de feestjes die Emil van der Aardenburg in zijn woning aan de Sjörsjeland gaf. Tanja verwonderde zich over de pracht en praal waarmee van de Adenburg zich omringde. Het wekte haar nieuwsgierigheid. Toen ze erachter kwam dat de omvang van de textielhandel die van de Adenburg en zijn compagnon dreven. onmogelijk toereikend was voor de exclusieve levensstijl van de beide heren, besloot ze tot een verder onderzoek. Het bleek haar dat Emiel van de Adenburg in het Verre Oosten. Thailand, Sri Lanka, maar ook in derde wereldlanden in Midden-Afrika, zoals Angola, Tanzania en Saïre, regelmatig kleine modeateliers bezocht. Weliswaar deed hij kleine inkopen, maar zijn aandacht was veel meer gericht op de meisjes en jonge vrouwen die daar werkten. Wanneer hij een geschikte jonge exotische vrouw vond, dan bood hij haar een job aan in Nederland als mannequin. Vele jonge vrouwen, vaak meisjes nog, gingen op zijn aanbod in. In Nederland kregen ze een korte opleiding in bewegingsleer. en genoten daarna de eer om op te treden in de grote modeshows. die Emil van der Aardenburg in zijn landhuis De Aardenburg hield. Het werd meest ook hun laatste optreden als mannequin. Want in het landhuis waren de eigenaars en uitbuiters van sekshuizen en bordelen uitgenodigd. om de waar te bekijken. En werden de vrouwen bij opbord verkocht. Fledder sloeg zijn rechterhand voor zijn mond. Vrouwenhandel. De koek knikte. Een uiterst lucratieve zaak. Tanja Gelderop, die voor ons verwarrend. de naam voerde van de man met wie ze slechts een klein jaar getrouwd was geweest, besloot de heer aan de kaak te stellen. Met behulp van Sonja van Poeldijk, haar vriendin, schreef ze over de affaire een serie artikelen. Voor ze die ter publicatie aanbood, stuurde ze een kopie naar de beide heren compagnons om commentaar. Ik denk dat van de Adenburg en van Iper hevig zijn geschrokken. Ze nodigden Tanja uit voor een gesprek in hun kantoor aan de Keizersgracht. Tanja ging. Wat er in dat kantoor is gebeurd, zullen we nooit meer weten. Vermoedelijk heeft men haar bedwelmd en haar lichaam in de gracht laten glijden, waarna ze verdronk. Een paar dagen later dreef haar lijk in de keizersgracht. De kok zweeg, vermoeid, en ieder was stil. Zelfs de commissaris bewoog niet. De oude regisseur schonk nog eens in en nam een slok. De warmte van de cognac dreef iets van de kilte uit zijn potten. Eerst na een paar minuten ging hij verder. Arend Hardendijken wist niets van het onderzoek van zijn dochter. Na het bericht van haar dood nam hij contact op met Sonja van Poeldijk en las toen voor het eerst wat Tanja had geschreven. Arend Hardendijken was er onmiddellijk van overtuigd dat Emiel van den Aardenburg en zijn compagnon voor de dood van zijn dochter verantwoordelijk waren. Sonja van Poeldijk wilde de artikelen aan de politie overhandigen voor een nader onderzoek naar de dood van Tanja en het gedrag van de beide heren. Haredijken wilde daar niets van weten. Hij wantrouwde politie en justitie. Het strafrechtelijk klimaat in Nederland... achtte hij niet geschikt voor een effectieve berichting. Wereldvreemde psychiaters, milde rechters... celtekort, justitiële blunders... alles kon ertoe bijdragen... dat van de Aardenburg en van Ypres... een gerechte straf zouden ontlopen... Hij besloot tot executie en vroeg aan Sonja van Poeldijk om hem daarbij behulpzaam te zijn. Commissaris Buitendam ademde diep. Eigen richting, bekok knikte traag voor zich uit. Arend Harderdijken smeedde een ingenieus plan. Met als basis dat de beide compagnons van alles zouden proberen om de publicatie van de voor hen zo belastende artikelen tegen te gaan. Sonja van Poeldijk zou daarbij als lokkaas fungeren. Ze zou de heren dreigbrieven sturen en hen telefonisch benaderen met de mededeling dat zij nu in het bezit was van de artikelen van haar vriendin Tanja en dat zij bereid was om over de artikelen te onderhandelen. Niet met beide heren samen, zoals Tanja had gedaan, maar met ieder afzonderlijk. Sonja van Poeldijk vond het een goed plan en was bereid haar medewerking te verlenen onder één voorwaarde. Frederik keek gespannen naar hem op en het was de kok in zijn richting. Na de executie van de beide mannen, de serie artikelen van Tanja alsnog werden gepubliceerd met een aanvullend artikel van Hardijken waarin beide hun daad motiveerden waarna ze zich voor een berichting bij de politie zouden melden. Commissaris Buitendam vouwde zijn beide handen. Daar is stak toch iets nobels? De kok reageerde niet. Toen de executie was voltrokken, ging hij verder. Kreeg Arend Harredijken, wat men zou kunnen noemen, een vlaag van hoogmoedswaanzin. Hij meende twee perfecte moorden te hebben gepleegd. Zo perfect, dat zelfs een bekwaam regisseur als de kok ze niet had kunnen ontrafelen. Hij meende ook dat hij in zijn positie als vader van een vermoorde dochter volkomen het recht had om dat vonnis ten uitvoer te brengen. Dat Sonja van Poeldijk, als intieme vriendin van zijn dochter, hem daarbij had geholpen, vond hij vanzelfsprekend. Toen Sonja van Poeldijk hem in haar appartement aan de reale gracht herinnerde, aan de afspraak dat ze zich beiden bij de politie zouden melden, werd hij daarover zo kwaad. Dat hij haar met een porseleinen vaas neersloeg en haar daarna wurgde. Vrijwel onmiddellijk na zijn daad trok iets van die waanzin weg en besefte hij wat hij gedaan had. Fredde grijnsde. Hij probeerde ons te doen geloven dat het zelfmoord was. De kok wreef met zijn vlakke hand over zijn gezicht. Ik heb vanmiddag uitgebreid met Harendijke over de begrippen schuld en boete gesproken. Het vreemde is. Dat hij over de in koele bloede gepleegde moorden op de beide compagnons geen enkel gevoel van vroeging kent. Maar de toch min of meer emotionele moord op Sonja van Pooldijk drukt op hem als een lode last. De grijze speurder leunde in zijn fauteuil achterover. Hij nam nog een slok van zijn cognac, maar de kilte in zijn botten bleef. Alles zwegen, elk verzonken in zijn eigen gedachten. Na enige tijd kwamen de gesprekken op gang en zakte de afschuwelijke moorden wat naar de achtergrond. In verband met kerstavond namen de gasten al vrij vroeg afscheid. Toen ze vertrokken waren, nam mevrouw de kok een leren poef en schoof die bij. Ik had gehoopt dat ze het zouden vragen, maar dat deden ze niet. Wat? Waarom ging Sonja van Poeldijk naar dat kantoor aan de Keizersgracht... En zei tegen jou dat ze daar had gewerkt. De kok glimlachte. Jij let ook altijd zo goed op, sprak hij bewonderend. Het was een foutje van Arendt Haradijken. Hij had in het tulpziekenhuis in Amstelveen zo overtuigend de rol gespeeld van een man die nood aan een moordaanslag was ontsnapt, dat de behandelend arts besloot om hem ter observatie op te nemen. Hij kon toen in alle rust over alles nadenken. Plotseling overdacht hij dat de kopie van de serie artikelen die Tanja naar de compagnons had gestuurd... mogelijk in het kantoor aan de keizer Schracht lag opgeborgen. Hij was bang dat wij van de recherche die kopie zouden vinden en daaruit snelle conclusies zouden trekken. Daarom stuurde hij Sonja met een sleutel die hij van het pand had weten te bemachtigen naar het kantoor... Harderdijk hield er rekening mee dat wij haar zouden overvallen. In dat geval moest Sonja zeggen dat ze part-time voor Amy van de Adenburg werkte. Hij vergat dat dan in dat kantoor ook haar vingerafdrukken te vinden moesten zijn. Lag die kopie daar? De Kok schudde zijn hoofd. Die had van de Adenburg thuis in zijn safe. Mevrouw de Kok knikte begrijpend. Er komt vanavond op de televisie een kerkdienst uit zo'n vredig kerkje. in de sneeuw in Oostenrijk. Zullen we er samen naar kijken? Dat is goed. Mevrouw de Kok stond op en liep naar de keuken. De telefoon rinkelde. De oude regisseur nam de horen op en luisterde. Het duurde maar kort. Bedankt Jan, sprak hij toonloos. Met gebogen hoofd slofte hij naar de fauteuil terug en huilde. Mevrouw de Kok kwam uit de keuken. Wat is er? vroeg ze bezorgd. Jan Kusters belde. Arend Hardendijk heeft in zijn cel kans gezien om zelfmoord te plegen. En daar huil je om? De Kok schudde zijn hoofd. Niet om Arend Harredijk. Niet om zijn dood. Ik huil om oorlog en vrede, om recht en onrecht, om al die dingen die mensen zo in verwarring kunnen brengen.